We lezen vandaag verder in het boek Job, op advies van luisteraars. Het is wijsheidsliteratuur. Het maakt ons wijs tot zaligheid. Job had op hoge toon gezongen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Nu zingt hij een toontje lager. Inmiddels heb ik wat met Job gekregen. Hij is langzaam een beetje onder mijn huid gekropen. Hebben jullie daar ook wel eens last of gemak van, wanneer je door een Bijbelboek heen gaat? Je voelt je dan verbonden met zo iemand. Je herkent je in zijn uitspraken en zijn levensgang. De vrienden vertellen Job hoe het zit en Job stelt zijn vragen. Aan zichzelf, aan zijn vrienden en aan God. Job houdt zijn onschuld vol. Hij slingert zonder zich in te houden alle vragen God in het gezicht. Soms is hij moedeloos. Dan weer verwijt hij God dat hij onrechtvaardig behandeld wordt. Job verdedigt zichzelf en roept God ter verantwoording. Je hoort hem machteloos zuchten. Na verloop van tijd is alles gezegd. Hij is uitgepraat. Er is niets nieuws meer te zeggen. Hij kan alleen nog wachten op God. Maar God blijft stil. Hij antwoordt niet. Maar Job kan niet zonder God. En hij zoekt hem steeds weer op. Is het de moeite waard om je aan hem toe te vertrouwen, terwijl je geen antwoorden krijgt? Hoezeer Job zich ook door God in de steek gelaten voelt, hij blijft zich aan hem vasthouden. En dan eindelijk, na dagen, weken of misschien wel maanden, geeft God hem antwoord. Job is nog niet vergeten. God heeft hem wel gehoord, maar soms laat God nog even op zich wachten. God geeft in 4 hoofdstukken, Job 38 tot 41, zijn antwoord. En Job reageert daar 2 keer kort op. We lezen het begin van het antwoord in Job 38, vers 1 tot 7. En de eerste reactie van Job in hoofdstuk 39, vers 36 tot 38. De Heere verschijnt aan Job. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. En dan gaat God verder met heel veel vragen te stellen. En dan in hoofdstuk 39, vers 36. Verootmoedigt Job zich. Toen antwoordde Job de Heere en zei: Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 1 keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. 2 keer, maar ik zal niet verder gaan. Eindelijk spreekt God. Maak je maar klaar om hem te ontmoeten. Hij wil ook ons iets vragen. Job moet uit zijn slachtofferrol stappen. Wie is hij eigenlijk? Wat stelt hij nu voor tegenover God? Waar was je toen ik het fundament legde voor deze aarde? En zo leidt God Job rond. Kijk eens naar alles wat ik geschapen heb. In Job 39 spreekt God vooral over de dieren.
Een elftal met namen. De leeuw, raaf, berggeit, ezel, wilde os, struisvogel, ooievaar, paard, sprinkhaan, valk, arend. De moeite waard om te lezen. Dit brengt Job tot zwijgen. Job legt zijn hand op zijn mond. Een oosters beeld. Ik zal me wel stilhouden. Ik onderwerp me. Maar daarmee is God nog niet tevreden. Hij gaat verder. God spreekt verder in een storm. Hij laat Job zien hoe dwaas het is om te denken dat hij de wereld beter kan regeren dan God. Job herroept zijn woorden. Hij doet boete, heeft berouw, buigt voor Gods majesteit. Wie ben ik, klein mensenkind, om het beleid van de Almachtige na te rekenen? Vergis ik mij? Of heeft Job aan het eind van een lange worsteling ontdekt dat er maar één weg is die een mens echt gelukkig maakt? De weg van het eerbiedig zwijgen tegenover de Schepper. Geen grote woorden meer. Job kreeg hier geen antwoord. Hij vond alleen een handwoord. Je legt je hand op je mond. En je houdt van God om wie Hij is, de Schepper, en niet om wat Hij geeft. Job blijft ziek. Eigenlijk snap ik dit niet. Hij had de test goed doorstaan. Satan speelt geen rol meer in de rest van het verhaal. Het is God die hem ziek laat blijven. En het is God die hem later geneest. Weet je wat me opvalt aan het antwoord van God? Hij heeft het helemaal niet over de Satan. Dat kan veel ophelderen. God reikt geen erekrans uit vanwege onze moed, ons geduld of onze trouw. Nee, de Satan komt niet meer in beeld. Zou het zo zijn dat het Job niet zou helpen als hij wist dat de Satan achter alle ellende zat? Want ook dan zou hij God verwijten waarom hij Satan die ruimte gaf. Job krijgt geen antwoord op zijn vragen waarmee hij God bestormd heeft. Job ziet in dat de mens niet altijd antwoorden op levensvragen krijgt, maar God zelf nodig heeft. Er zijn dagen waarin we schreeuwen naar God. Waarom moet het zo? Er zijn ook momenten van overgave, waardoor we verder kunnen. Voor beide is plaats in de Bijbel en ook bij God. Ons denken over God is zo beperkt. God weet waarom alles gebeurt en Hij kan alles ten goede laten meewerken voor hen die Hem liefhebben. De gebeurtenis zelf is niet goed, maar kwaad en gaat tegen Gods bedoeling in. De winst kan zijn een verbeterde relatie met God. Het gaat er niet om dat we alles over God weten en begrijpen, als we Hem maar vertrouwen. Gods liefde kan ik niet bevatten, ook in het lijden niet. Maar dat is iets van Gods geheim. Daarom wordt onze lijdensweg, net als bij Job, een inwijdingsweg in het grote geheim van God. De evangeliste Corrie ten Boom zegt: maak je geen zorgen over wat je niet begrijpt in de Bijbel, maar maak je zorgen over wat je wel begrijpt en niet in de praktijk brengt. Er is voor mij heel veel wat ik niet van God begrijp, maar ik weet wel dat God de mens altijd kan begrijpen in het lijden. Hij weet wat lijden is. Kijk maar naar Jezus. Hij riep: waarom moet dit zo, God? Mijn God, waarom verlaat u mij?
Zoals wij soms kunnen uitroepen, waarom toch, God? In het lijden en sterven van Jezus was God juist bezig om het lijden en de dood te overwinnen. Lijden en dood hebben niet meer het laatste woord. Je krijgt geen antwoord op de vraag waar het allemaal goed voor is. Je krijgt misschien antwoord op de vraag waar het naartoe gaat. Het is hooguit een omweg door de woestijn, op weg naar het beloofde land, het vaderhuis. Al vragend naar het waarom, roepen we des te meer om de komst van Jezus en zijn koninkrijk. Iets van dat koninkrijk wordt zichtbaar in het boek Job, als we zien hoe Job een type van Christus is. Naast het lijden dat nog zwaarder wordt door zijn vrienden, zien we het van God verlaten zijn. Ook in de voorbeden voor zijn kinderen, aan het begin en aan het eind voor zijn vrienden, is Job een middelaar. Als een priester bidt hij. Als een profeet ziet hij zijn verlosser. En als een koning strijdt hij tegen de zonde. In navolging van Job en Jezus weten we wat ons te doen staat. Het waren ook de woorden van Dietrich Bonhoeffer in zijn cel toen Europa in oorlog was. Bidden, het goede doen en wachten. Laten ook wij bidden. Almachtige God, Hemelse Vader, dank u wel dat we zo van Job leren dat hij steeds weer bij u zocht naar antwoorden op zijn vragen. Ook al kreeg hij ze niet op zijn tijd, maar op uw tijd. En wat hebben wij soms weinig geduld. We vinden het moeilijk om te wachten. Maar u hebt eindeloos geduld en u komt op uw tijd. En we mogen uw hand opmerken, ook in ons leven. En dat kan zo anders zijn dan mensenhanden. Leer ons dat ook te onderscheiden. Leer ons u als schepper te kennen. Dat u meer en meer gericht bent op heel uw schepping. Op heel deze grote wereld. En niet alleen op het individu. Zoals wij dat zo vaak belangrijk vinden in het hier en nu. Het gaat om de eeuwigheid. En dat omspant de tijd. Vergeef het ons als wij in onze dwaasheid menen op uw stoel te kunnen zitten. Leer ons geduldig te wachten. Mag uw zwijgen zoveelzeggend zijn, dat we daarin ook gaan verstaan wie u bent. Ga zo met ons mee. En mogen wij de weg vertrouwend gaan aan uw hand. Uw hand die ons veilig leidt. Dat bidden we u. Uit genade in Jezus' naam. Amen.